hago la 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 la. Yo, kijkers en welkom terug bij een nieuwe FIFA 15. 15? Ik heb dat nog zo in mijn mond zitten. Pardon, FIFA 16. Ajax Career Mode. We hebben hier wat trainingen, die gaan we even opnieuw, bam, vorige sessie laden. Alles simuleren. Boom. Nou, dat is ook weer gedaan, had je idee. Ah, Van de Beek is even eentje omhoog gegaan. Netjes. Helemaal top. In ieder geval, welkom terug bij de Ajax Career Mode. Ik heb wat dingetjes gekregen, zo te zien. Tussen. Ja, historisch tenus van Lucas. Dank u. Lucas heeft me ook dit gegeven. Een MLS team. Je hebt net een aanbiedingsboodschap ontvangen van Stefan Korvel. Oké. Waarom ik die krijg, weet ik niet. Ik heb ook toekomstige ster scout gekregen van... ik kan niet... Dat heb ik wel gekregen. Ik kan alleen niet meer zien van wie. En iemand heeft me ook financiële overname gestuurd. En volgens mij gaat het nou hierin. Tenminste, dat denk ik. Volgens mij krijgen ze daar denk ik knots veel geld. In ieder geval, Timo Horn, de Rea Stefano, want ze willen 24 miljoen. Ja, hier, daar gaan we weer. Iemand heeft mij gigantisch veel geld toegestuurd. Ik ging gewoon hier weer opnemen. Nu heb ik dat geld dus hier. Het is een beetje overdreven veel nu. Ik wil niet sterspelers gaan kopen. Ook al heb ik nu dat geld. Ik ga niet aan de Ronaldo's zitten. Ik ga niet aan de Messi's zitten. Dat doe ik niet bij Ajax. Dat doe ik gewoon niet. Vind ik niet leuk. Timo Horn, jonge doelman... En ik heb dat de vorige video uitgelegd. Volgens mij is dit nog een beetje, enigszins een beetje realistisch. Ajax is niet qua competitie een stapje hoger op. Maar wel qua Europees voetbal en zo. Dus ik wil Timo Horn hebben. Ik moet hem binnenhalen. Voor de rest zag ik ook vooral dingetjes als huur Odegaard met een optie tot koop. En dus dat gaan we doen. We gaan hem huren. Oh, niet zie ik. Odegaard, kom op. Dank je. Hij staat op de leenlijst. We kunnen hem dus gewoon nog lenen. En ik ga gewoon met de optie tot koop. Ik ga hem ook gewoon, huppa, 2 jaar proberen te lenen. Met een transfersom van, laten we zeggen 10 miljoen. Dat moet kunnen, 10 miljoen. 2 jaar, huppakee, zo. Ze staan het niet toe om zo'n hoog bod te doen. Nou, dat doen we wat lager. Dat doen we 5 miljoen. Had je idee. Het bestuur staat je niet toe om zo'n hoog bod te doen. Wat? 5 miljoen is te hoog. Wat kunnen we dan bieden? 2? Oké, 2 miljoen. Wat de... Nou, whatever. Tielemans ga ik dus niet meer halen. Ik heb hier nog echt gewoon heel veel spelers op staan ook. Ik zou Klaas Jan terug kunnen halen of zo, weet je. Maar I don't know. We gaan eerst maar even kijken of het gewoon lukt met Timo Horn. Want die doelman is gewoon voor mij nu even belangrijker dan wat dan ook. Want we hebben geen Sillissen meer. Ik heb gewoon een doelman nodig. En die Timo Horn zou perfect zijn. Kunnen we de basis zetten, die gaan we ook trainen. We hebben een aanbieding op Riedewald. En we hebben meerdere aanbiedingen zelfs. Oh, Klaassen. Klopt. Nee, dat doen we niet. Klaassen, die behouden we lekker met ons. Die gaat echt niet weg. En Riedewald gaat ook echt niet weg. Blijft ook bij ons. Huppakee. Zo. Gaan we weer door. Dit is onacceptabel. En Keulen die heeft aanvaard. Oké, de doelman die komt binnen. Het is wat veel, 24 miljoen. Maar het is nog niet zoveel als dat wij weggaven voor... of dat we kregen voor Sillissen. Zo, 70.000, 4 jaar. Cruciale speler, eerste team. Dat wordt hij sowieso. En dan hebben we een goede nieuwe doelman erbij. Hoppakee. Mbolo. Oh ja, dat was een aanvaller waar we achteraan gingen. Nou, ik weet niet. Zou ik achter hem aangaan? Hij is natuurlijk wel jong. Maar misschien kan ik ook achter...
achter iemand anders aan gaan. Gewoon ook een jongen. Of misschien nog niet zo goed. Maar dat wel echt gewoon een backup is voor Milik. Ik bedoel, deze gast heeft ook gewoon al basiselftal kwaliteiten. En ik weet niet of dat wel iets is wat ik wil. Dus misschien moet ik gewoon achter iemand anders aangaan. Om het iets realistischer te houden. Daar twijfel ik een beetje over. Dan hebben we hier iets voor Muriets. Zou ik hem uitlenen of niet? Nee, volgens mij had ik... Ik zou hem eraf halen. Ik zou hem eraf halen en trainen. Dat was geloof ik de bedoeling geworden. Dat was de bedoeling geworden. Dus... op transferlijst. Nee, oh, hij staat niet eens meer te leen, denk ik. Geleend. We gaan zijn naam even zoeken. En ik zie hem niet. Uitgeleend. Hij is uitgeleend. Huh? Wow, wow, wow. Wat gebeurt er dan? Huh? Ze willen, denk ik, nog een jaar. Ik ga het gewoon afwijzen. Nu snap ik er niets meer van. Glitch of zo? Een speler die uitgeleend is, nog een keer uitlenen. Wat is dat? Of keek ik verkeerd? Ik ga nog één keer checken. Ik raak in de war nu. Oh. Niet berichten. Ik raak helemaal van de kaart. Nee, hij staat hier. Hij is niet uitgeleend. Er staat wel, maar... Ach ja. Het zal. Dat was even heel apart. Nou, we gaan weer door. Optie tot kolen. We hebben besloten niet akkoord te gaan als onderwerp. De club twijfelt of deze aan het eind van de lup. Op de voorwaarden van de huidige overeenkomst die je hebt voorgesteld, zeggen we verder onderhandelingen vriendelijk af. Dan ga ik in plaats van... Oh, we zitten hier verkopen. 1 jaar en dan... 4 miljoen. Als het bestuur dat toelaat. Als het niet te veel voor ze is. Nee, het is niet te veel voor ze. Oké. Hup. Oké, dat is het weer. Gaan we weer verder. Transferaanbieding voor 4 gever. Die hebben we inderdaad te koop gezet. 2,6. Ik ga iets meer eruit proberen te staan. 3,5 doen we een tegenbod. Oh, niet dat ik het geld nou nodig heb met die 127 miljoen. Ik had dat echt niet hier moeten activeren. Ik had dat beter bij Arsenal kunnen doen, bedenk ik me nu. Maar goed, ik wou dit nu opnemen. En toen dacht ik er even niet meer aan. We gaan weer door. Zo, we zijn er weer lekker lang bezig. 7 minuten. Timo Horn afgewezen en heb geen zin om weg te gaan. Herzie alsjeblieft het aanbod. Ah! Hou op, man. Ik kom je eisen tegemoet. 70.000. Krijg je wel gewoon een dikke bonus van 20%. Whatever. Misschien dat je dan zin hebt om te komen. Hij moet en zal naar ons team komen. Kom op. Optie te komen. We hebben besloten niet akkoord te gaan. Weer niet. Weer niet, hè. Doe eens even niet zo flauw, Real Madrid. 4,5. Ik wil gewoon 5 dan bieden eigenlijk. Ik snap niet waarom dat werd geblokt door het bestuur. Wordt dat nou weer geblokt? Ja, te hel. Ik bedoel, als ik hem leen, dan wil ik hem ook gewoon kunnen kopen na de tijd als ik hem wil. Snap je? Dat is een beetje Timo Horn afgewezen. Moeten we hem nog meer... Moeten we gewoon letterlijk over zijn eisen heen gaan dan? 100.000. Het is niet dat we het geld niet hebben. Dus waarom ook niet? Cruciale speler. Bam. Zo. Het gaat nergens over. Kan hier eens een doelman krijgen. Dat ik een probleem. Dat ik een gigantisch probleem heb besloten ermee in te stemmen. 3,5 miljoen voor 4 gever. Dat is prima. Maandverslag jeugd. Team. Oh ja. Die toekomstige ster-speler. Nou, dat is niet... Ik had er echt een algemeen van in de 90 verwacht van een toekomstige ster-speler. We hoeven hem nog niet in het eerste elftal. Laat hem lekker zitten daar. Blessure. Riedewald voor 9 dagen. De scout is terug. Van wie... Oh. Ja, dat wist al. En dan hebben we hier een aanbieding van Nouri.
Ja, dag. Hou op, man. Jullie gunnen mij niet eens jullie Odegaard. En dan zal ik maar... Nee. Nee, ze gaan echt niet akkoord. Ze gaan gewoon echt niet akkoord. Op zich was het dan eerder prioriteit voor ons. Dus ik laat het voor nu even zitten. En misschien moet ik maar even geen wedstrijd doen. En jullie hulp maar weer in gaan schakelen. Helemaal als de keeper nog een keer weigert. En... Spelen verkocht. Timo Horn blijft afwijzen. Het gaat gewoon niet lukken met die gozer. Het gaat echt niet lukken met die gozer. Dus ik ga jullie hulp weer inschakelen. Welke keeper moet ik halen? En geen Leno. Geen keeper van een echt topteam. Ik bedoel, ik vind potentie keeper vind ik helemaal prima. Maar geen keeper van het topteam. Want dat vind ik zo apart. Ik zag ook gewoon Hal ter Stegen van Barcelona. Nee, dat klopt gewoon even niet met wat ik nu wil. Ik wil het even wat realistischer houden. Silas is weg, we hebben een vervanger nodig. Maar wel een realistische vervanger. En een jonge keeper. Ook geen keepers van de 30 dus. Want die zag ik ook in de reacties. Verder, zoals ik al zei, spitsen die je kan halen als backup achter Milik is ook prima. Tenzij jullie echt vinden dat Milik vervangen moet worden in de basis, laat dat dan ook achter. En verder ook gewoon potentiële transfers. Maar zoals ik al zei, geen sterspelers. Ik wil dat niet meer doen. Volgens mij was datgene wat de vorige career mode echt op een gegeven moment saai maakte. We hadden zo'n dik sterteam. Dat sloeg eigenlijk nergens meer op. Dus laat transfertips achter. Ik ben namelijk alweer 11 minuten bezig. Het is alweer lang voor een wedstrijd. Dus ik vind het prima zo. Ik heb jullie hulp nu weer eens gewoon echt nodig. Andere keeper, Timo Horn, gaat niet werken. Maar hou het realistisch. Wel potentiespelers, dat vind ik prima. Die je kan gaan trainen en zo. Maar geen Ter Stegen, geen Leno, geen... wat zag ik nog meer... Ik zag zoveel dingen. Geen De Gea, die zag ik ook. Noem al die sterspelers maar op. Dat ga ik niet doen. Dus hou het een beetje realistisch graag. Dat zou ik willen. Vond je dit wel verder leuk? Dan zou ik zeggen, laat gewoon het like achter. Doe het anders voor de steun. Deel deze video, dat kan mij enorm helpen. Ik bedank jullie voor het kijken en voor al jullie support die jullie altijd achterlaten. Volgende aflevering zal gewoon een wedstrijd zijn. Maar voor nu heb ik jullie tips weer even nodig. Dus laat ze maar achter. Ik luister wel degelijk. Ik ga weer een verlanglijstje samenstellen. En dan ga ik ermee aan het werk. Tot de volgende video. Laters.